Jan, goedemorgen. Hoi. We zitten nu half april 2011. Hoe ver zijn we met de ruifkaveling? Nou, we zijn eigenlijk een heel eind gevorderd. Aan de andere kant van het kanaal, we staan nu bij de Scheerman. Aan de andere kant van het kanaal daar is het eigenlijk een heel eind klaar. Een beetje afwerken nog. Wat de natuur betreft is je daar eigenlijk een beetje klaar mee, het omleggen van de reuzel. Wat de boeren betreft, de kavel- en vaningswerken, dat ze weer voort kunnen op de grond. Daar is je ook een heel eind mee klaar nou nemen. Hij moet nog enkel dingen afwerken. Vorig jaar was het eigenlijk eens zo nat als dat nou is. En dan zijn we hier bij de Scheerman en daar wordt nou volop gewerkt. Daar heb je de reuzel verlegd. Dus heb je hem gegraven en daar hebben vorige week hebben ze daar dus een nieuw tracé laten lopen. Ze gaan daar nog een vistrap aanleggen. Daar zijn ze namelijk bezig. Hebben ze een omleiding gemaakt dat ze die vistrap in die tussentijd kunnen maken. Achter die vistrap komt een stuw. Waar de mensen eigenlijk over kunnen wandelen. Vanaf de Scheerman zo naar het Blackfin. En dan neemt het Helsbroek langs de grote weg weer terug als het winter is. Want dan zal het te nat zijn in de biddenbedding. Als het zomer is, dan zullen ook, denk ik, als dan die natuurinstanties toelaten, even de reuzel kunnen wandelen, net in dat je nou doet, maar dan een beetje lager, omdat je eerst over die dijken. Nou, dat wandelpad komt over die dingen. En dan de schotsbaan. Die is ook in orde. Die wordt nog ingezaaid. En dan is het wachten op de winter. Op het water? Op het water. En dan hoeveel vistrappen komen hierin te liggen, Jan? Nou, er komt één vistrap in. Eén maar, van heel die lengte? Van deze lengte. En daar zaten eerst eigenlijk drie stuwen in de reuzel in dat gebied waar wij bezig zijn geweest. En er komen twee vistrappen voor terug. Eén hier en één in Diestebroek. En die moeten dus straks de zaak regelen dat het water niet hoger komt. Op de helft van het stratje, daar hebben we ook weer zand op gedaan. Zo iedereen wel gezien heeft, denk ik. En dat is eigenlijk ook voor de ene keer in de zoveel jaar, in de 100 jaar, komt het water zo hoog dat we dat dekje nodig zijn hebben. Dus ik denk dat straks allemaal een beetje goed in elkaar steekt, hoop ik, met een beetje wandelmogelijkheden van de mensen toch nog. En dat het een beetje open blijft, want daar is natuurlijk wel kans voor als dat broekbos echt terugkomt, dat het een beetje dichtgegroeid, maar dat ligt straks aan het beheer, dan moeten de mensen wel op aanspreken dat het niet dichtgroeit, want dan ziet niemand meer iets. Dan heb je hier tot en met de Scheerman het hier gemaakt. Ja. Gooit er die kaart van de Loschotsweg langs bij de Zolderstokhead. Wordt er ook nog iets gedaan? Nou, zo, die plannen zijn er om als straks het Reuzelhof naar Stanislaus overgehuisd is. Waar ze dan precies met die huizen die waren op een termijn in ieder geval gesloopt. Dan is er met het waterschap al afgesproken dat ik het goed weet en gehoord heb dat er toch nog een strook van 20 meter ook ingericht wordt. Veel verder zal dat niet worden. En dan het stuk vanaf vanaf het klooster, zou ik zeggen, door echt het Kloostermeer tot aan de stuur bij Hoosemans vroeger. Ja. Daar willen ze nog een extra stukje natuur maken, aansluitend aan deze hilver. Maar dat was namelijk de grondverwerving al een beetje moeilijk. Maar het waterschap heeft daar wel al hoeken uitgeruild. Neffen de reuzel door met de ruivenkaving om daar straks nog iets extra's te maken. Want links ervan, van ons hier nou, daar zit het tegen het voetbalveld. Ja. Daar kan niks gebeuren. Dat zou het niet kunnen, of moet zijn dat de gemeente Oosterwijk zoveel geld heeft dat ze met het voetbalveld elders gaan. Dan zou het natuurlijk veel mogelijk zijn, maar in deze tijden denk ik dat we dat niet... Nee, dat maken wij misschien niet meer dat mee. Dat denk ik niet. Denk ik ook niet. Jan, hoeveel is de stroom nou, want hij is een oude dingen weer. Hoeveel is je nou langer geworden? Ja, hij heeft gedeeltelijk zijn oude contouren weer hebben ze overgenomen, maar niet precies uitgegraven. Hoor. Want het is in het verleden eigenlijk een keer eind 1800 verlegd en toen met de ruivenkabeling in 1960. Maar nu is hij tussen de albums, tussen de A58 en hier achter de Scheerman wordt hij tussen de 200 en 300 meter langer. En aan de andere kant van de A58 tot aan het
Ja, zolang als je in Moergestel ligt, 1200 meter. Dus dat is een kilometer, een dikke kilometer langer. Een dikke kilometer is je langer. Ja, ja. En dan doet je langer over om te stromen. En dat wordt al afgeremd en dan zullen ze een stuw minder nodig hebben. En dat wil zeggen dat ze nou dan die twee visschappen in hoeven maken. Ja, ja, dat is duidelijk. Ja. Ja. Jan, wanneer is nou precies heel project klaar? Nou, op de borden die overal aangeven dat we mee bezig zijn met de helft, staat 11, 11, 11. Maar hier, het is de bedoeling dat we als het weer zo blijft, dat we hier achter het bos, bij de scheerman, met die vistrap, de schotsbouwen en dingen, dat allemaal met Moergestel kermis klaar is. Ja, dus met Moergestel kermis moet dus allemaal klaar zijn, maar dat is dan ook eindelijk heel project, of niet? Nou, er moet er natuurlijk altijd nog een beetje ergens bijgewerkt worden. Ja, maar ik wil zeggen, de grote lijn, als het zo weer blijft, dan zijn we mee klaar in juli. Vanwege de aannemer ook gezegd. En dan is het afwerken tot het najaar. Maar ik denk dat we 3 juli, dan is de Kempenlanddag in de Hilver. En dan staat de Hilver in het middelpunt van de belangstelling eigenlijk van het project van natuur en landbouw. En dan komen we denk ik op terug.